Pas als je goed om je heen kijkt, zie je hoeveel wij met letters en woorden doen. En dan hebben we als Nederland een flink probleem als je bedenkt dat 1,5 miljoen Nederlanders moeite hebben met lezen. Een Eindhovens bedrijf heeft een innovatieve oplossing gevonden om daar iets aan te gaan doen. Dag Marcel, goedemorgen. Goedemorgen Rob, welkom. Jullie hebben een techniek ontwikkeld om objectief te meten hoe mensen lezen. Hoe werkt het? Nou, dat werkt met een machine die registreert hoe jij met je ogen eigenlijk leest. Dit is hem? Dit is hem Rob, dit is onze eye-tracker. Wat doet hij precies? Dit apparaat meet een groot aantal keren per seconde hoe jouw ogen lezen. En vanuit die data kunnen wij middels een test, die nog geen 12 minuten duurt, exact eigenlijk bepalen wat jouw leesvaardigheid is. Als ik het goed begrijp, dan volgt het apparaat mijn ogen over de tekst. En aan de hand van de structuur die daarin zit, kun je zien hoe ik lees. Dat klopt. Wat is het innovatieve aan jullie product? Het innovatieve aan dit product is dat het echt dedicated is om leesvaardigheid te meten. Dat betekent dat de eye-tracker echt gemaakt is om in detail te registreren waar je ogen naar kijken als je leest. En daarnaast hebben we natuurlijk de software ontwikkeld die gewoon jouw oogbewegingen vertaalt naar leesvaardigheid. Toon, jij bent laaggeletterd geweest, zo moet ik het zeggen. Hè? Ja, zo kun je wel zeggen. Ja. Hoe erg was het? Wat kon je niet? Nou, ik kon wel wat lezen, maar niet goed en ik wist niet wat ik las ooit. Hoe kom je dan in hemelsnaam door het leven heen? Want als je hier rondkijkt, alles is tekst. Ja, ja, daar zijn de smoesjes en de verhaaltjes die je kunt... Leer me eens een trucje, wat deed je dan? In een restaurant bijvoorbeeld, want dan moet je toch kunnen bestellen. Goed, ik vind die kaart en dan zei ik van... Ja, zoek maar iets uit, we lusten dan. Ik zei, doe maar hetzelfde schei, dat is veel handiger. Ja, ja. Totdat ik vis kreeg en dan... Wordt dan lust je niet. Dag Marjan, goedemiddag. Dag Rob, goedemiddag. Hoi. Jij werkt met laaggeletterden. Ja, dat klopt. Bijna 1,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Ja. Dat is een gigantisch probleem. Ja. Wat heeft dat voor effect op de samenleving? Ja, heel veel. Wij noemen ons kenniseconomie, maar we hebben nog steeds 1,5 miljoen mensen die niet mee kunnen in die kenniseconomie. Ja. Onderzoek heeft uitgewezen dat er per dag iemand overlijdt als gevolg van zijn laaggeletterdheid in combinatie met bijvoorbeeld medicijngebruik of een dokter niet goed begrepen. Een dode per dag? Een dode per dag. Wat was het moment dat je dacht van nou moet ik er toch eens iets aan gaan doen? Nou, het moment was eigenlijk toen ik het voorlezen was bij mijn zoon, mijn oudste zoon. En die was ik aan het voorlezen, op mijn manier dan. En die zei, pa, dat staat er helemaal niet. Ja, verzon een verhaal bij de plaatjes en hij zegt dat klopt niet. En toen is er bij mij iets gekomen van, ja, nou moet ik er toch iets aan gaan doen. Maar voordat je die stap hebt gezet om iets te doen, is hoger als een deur. Maar als je die over bent, dan denk je, ik ben niet de enigste. Je leest nou woorden, ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven, maar het gewoon heel, ja, net wat gezegd, een heel wereld voor open. Ben jij er klaar voor om aan heel Brabant te laten weten hoe jij leest? Nee. Nee, dat dacht ik al. Kom erop. Maar ik mag je feliciteren, je hebt uitstekend gelezen. Op deze manier kun je dus op een hele objectieve manier weergeven hoe iemand kan lezen. Dan neem ik aan dat de bedrijven en de instellingen in de rij staan. Dat hebben wij ook altijd gedacht, dat wij met open armen zouden worden ontvangen. Maar ik hoor een maar. Je hoort een maar. Het is nog steeds best een groot taboe om heel objectief in beeld te brengen hoe mensen lezen. Ze staan dus nog niet in de rij, maar jullie willen natuurlijk wel dat dit gaat verkopen. Dat dit de wereld ingaat. Wat is jullie droom? Waar moet het naartoe? Wat het moet gaan worden is, dat blijft onze einddroom, dat op iedere basisschool in Nederland er uiteindelijk zo'n apparaat staat. Om gewoon technische leesvaardigheid objectief in beeld te brengen. Ja, niet om een boeman aan te wijzen, maar gewoon om te helpen van, goh, daar kan het beter. Hoe eerder je iets meet en in beeld brengt, hoe eerder je met elkaar in gesprek bent, hoe eerder je iemand kunt ontwikkelen. En daar gaat het om.